Mijn naam is Gerard Koopman. Ik ben geboren in 1955. Eigenlijk, ik had als een dier een speciale zaak. Dat was mijn werk waar ik dan kost mee moest verdienen. Maar de hobby en passie was mijn duiven. En toen ik dus een jaar of 8, 9 terug van mijn duiven kon leven, toen was de keuze snel gemaakt. En toen heb ik dus mijn dier een speciale zaak verhuurd. En nu ben ik sinds een jaar of 7, 8 professionele duivenmelk. Ik heb een bedrijf van, sinds een paar jongens in dienst. Dus nu is eigenlijk mijn passie en mijn hobby is eigenlijk, of mijn droom is eigenlijk tot werkelijkheid gekomen. Ja, ik ben in de duivensport geraakt door mijn vader. Mijn vader is vanaf 1928 al duivenliefhebber. Ja, dan ben je er ook, zijdens wat je een beetje mee betrokken, maar je bent jong en je gaat naar school. En voetballen, dat trok ook heel veel. En toen heb ik een poosje met de knie gehad, of nog steeds eigenlijk. En toen moest ik dan kiezen en toen heb ik dan gekozen voor de voetbalsport van wel te zeggen. In de duivensport te gaan. En toen word je jongen wil je graag er veel van leren, dus boeken lezen. En toen kwam de naam Louis van Loon heel veel in beeld. Dus toen ik wat ouder werd en wat patiënten had, wil ik die man graag ontmoeten. Ik ben toegeweest in België, in Poppel. En ik had al 20, 30 jaar ervaring en die had al gepresteerd. En dus ja, dat was wel echt een voorbeeld van mij. En dat klikte ook. Waar ik met mijn vader en moeder woonde, waren de duivenhokken. Maar toen ben ik daar getrouwd en wou ik dat echt voor mezelf hebben. En toen hebben we lang gezocht en hebben we dus in 1997 hier een mooie plek gevonden in Ermaveen. Ja, nu zit ik hier dus naar voren in een jaar of 13. En al nog een beetje bijverbouwd. Ja, nu is hier dus eigenlijk mijn droom uitgekomen. Ja, het belangrijkste is denk ik dat je zelf goed in je vel zit. En dan probeer je dus ook de duiven naar de zin te maken. En dat heb ik ook door mijn leermeester en door de jaren ervaring en lezen en doen. Ja, het is meer om een ideaal plaatje te maken. En dat heb ik denk ik langzamerhand hier wel gemaakt nu voor de duiven. We zijn hier nu in de duivenhokken. De hokken zijn zoals je ziet mooi licht. En we hebben geprobeerd natuurlijke materiaal te maken. Dus echt oud en niet te veel met multiplex en met lijmen en met verf. En hier zitten denk ik de belangrijkste duiven. De duiven die dus goed gepresteerd hebben op de wedstrijden. Die hebben dus hier dus nu op een kweekhokken zitten in ieder box apart. Dat was zeker weten dat de echte vader en moeder ook de echte vader en moeder zijn. En hier zit dus de echte kwaliteit of de voor die voor het nageslacht moeten zorgen. In de 70-80 jaren, toen ik jong was en ambitieus en patiënten verdiend had, ben ik dus naar België gegaan om daar duiven te kopen. En de basisduiven zijn de gebroeders Jansen duiven van Arendonk en de Louis van Loon duiven van Poppel. En dat is eigenlijk de basis ook nog steeds tot nu toe. En die hebben een beetje uitgebreid door de jaren heen met een paar goede aankopen. Waaronder de moeder van Kleine Dirk. Ja, de familie van Kleine Dirk en van vroeger van de Jansen en de Van Loon duiven. Dat is eigenlijk steeds altijd nog de familiebasis waar we nog steeds op voortborduren. En die nog steeds hele goede geven. Kleine Dirk was eigenlijk een duif die dus op de vluchten een van de beste van Nederland was. En ook in de nakweek. Ja, en dat soort duif die verandert je wezen je duivenleven. Daar wordt nu al die over gepraat. En ja, daar doe ik nu mijn voordeel mee en dat, ja, het is misschien net als een voetbaltrainer, je mag Johan Cruijff of een Messi trainen. Zo voel ik me ook een beetje, een gezegende iemand met zo'n kwaliteit als een Kleine Dirk duif. En als ik een goede duif heb, probeer ik ze ook niet te gaan verkopen, om dus heel zuinig te zijn op de kwaliteit. Zoals je dus kunt zien aan de duivenhokken hebben we alles ruim gemaakt en met volières erbij. Ik vind het voordeel van een volière dat ze dus in de wintermaanden kunnen ze nu mooi naar in zitten en ze kunnen ook mooi een bad krijgen iedere week. De training is een beetje in de wintermaanden een beetje problematisch door vrij veel roofvogels die zijn. En dan, ja, dan ben je een beetje bang om duiven te verspelen, dat de roofvogels opvreet. Dan hebben ze toch een beetje een trainingsachterstand. Proberen in maart weer een beetje met los te laten en een beetje op te letten dat de roofvogels niet te veel van onze duiven pakken. Langzaam weer op te bouwen de training. En zo gaan we dan naar de grote wedstrijden toe, proberen we de training weer op te bouwen in plaats van 2 keer 1 uur, dan 2 keer 1,5 uur. Wat misschien ook wel een mooi onderwerp is misschien over de voeding van de duiven. Daar heb je ook heel veel theorieën over. En als ik zo bij de mensen kijk in de duivenwereld, dat heel veel mensen denken, misschien 80% denken dat ze zelf beter weten dan de duif. En mijn principe is meer dat een duif het beter weet als ik. En dat houdt dus in van als er in de zomer als er grote wedstrijden zijn, dan laat ik de duiven zelf kiezen uit het eten wat dus in de rok staat. Dus ze worden niet opgedrongen wat ze moeten eten, wat ik denk dat goed is. Maar ze mogen dus kiezen uit een mengeling die we zelf hebben samengesteld. En die wordt dus, en dan kan de duif dus 24 uur per dag eigenlijk eten.
En we geven nog iets extra's, dat is kaas en pinda's en schapenvet. Ik hoop jullie een beetje hebben genoten van de kijk in de keuken van mijn duivensport, van mijn passie en van mijn beroep. Ik denk dat de duivensport een prachtige combinatie is van sportief element en met omgang met dieren. En ik dank jullie voor jullie aandacht.